Ik ben zo blij met hoe het is geworden. Bij een nieuwe video op het kanaal van Action. Mijn naam is Femke Meijer en je kunt me misschien kennen van mijn Instagram, @FemkeMeijer, of mijn blog Duurzame Vrouw, want ik hou me bezig met duurzaamheid. En vandaag gaan we mijn keuken opruimen. Mijn keuken is niet opgeruimd, dat wilde ik nog stiekem doen, maar geen tijd voor. Dus jullie zien echt de rauwe versie hiervan. Dus we gaan vandaag veel opruimen, schoonmaken en ik heb allemaal leuke dingen geshopt bij Action om de boel een beetje te organiseren. Dus kijk lekker mee. Bij mijn showroom keuken gekocht en dat is super fijn. We hoeven over weinig dingen na te denken. We moeten wel nog steeds tegeltjes op de muur doen. Maar hier staan eigenlijk alle potten, pannen, bestek, borden en dat soort dingen. Ik zie nu echt, jongens, alle dingen die opgeruimd moeten worden, die dus echt niet netjes zijn. Ik heb thuis een peuter rondlopen. Dus heel veel lades van mij zijn echt één grote bende. Daar trekt ze altijd alles uit. Dus dat kunnen we mooi gaan organiseren. Wij koken altijd heel veel vers. Dus kruiden zijn voor mij heel belangrijk. Hier heb ik wat dingen staan, ook veel supplementen trouwens. Het valt wel mee hoe rommelig dit is, maar toch kan het wel een stuk netter. Mijn kruidenlaadje is een beetje het kindje in mijn keuken. De kruiden zijn voor mij heel erg belangrijk. Het liefst biologisch en zuiver. Je kunt daarmee gewoon zo makkelijk eten veel lekkerder maken. Dus dat is wel echt een to-do voor vandaag. Nou, nog iets om even te organiseren. Dit kast is echt één grote rommel. Dat is ook gemeen trouwens, want jullie krijgen echt de meest rommelige plekjes te zien. Terwijl er ook wel af en toe wat opgeruimd is. Maar dit gaan we even fixen. Nou, ik ben niet alleen mijn kruiden aan het kweken, want blijkbaar ben ik ook aardappelen aan het kweken, zag ik net. Dit is dus waarom je moet opruimen in je huis, want dan gaan dit soort dingen niet gebeuren. Misschien kan ik hier trouwens wel een plop mee maken. Dingen bij Action gekocht en misschien denk je, maar duurzaam en Action. Nou, voor mij gaat het heel vaak samen. Ik koop vaak dingen bij Action en dan ga ik op zoek naar glas of naar hout bijvoorbeeld. Ik heb dus allemaal mooie glazen voorraadpotten gekocht. Iets om mijn houten lepeltjes en zo in te bewaren. We hebben mooie mandjes van maïsblad. En we hebben dit waar ik een leuke hack mee wil uitproberen. Dit is een bestekla die je kunt uitschuiven. Dus hier wil ik mijn kruiden mee gaan organiseren. Goede doorzichtige plastic bakken, want dat is echt mijn tip met opruimen. Bewaar de dingen zodat je ze kunt zien, want dan weet je ook wat je hebt. En zoals altijd bij Action heb ik een paar impulsieve aankopen gedaan. Zoals dit hele leuke bakje met een spiegeltje. Die wil ik voor mijn dochter neerzetten, zodat ze een beetje kan glammen. En nog een mini prullenbakje ook voor mijn dochter, zodat ze de eigen dingetjes kan weggooien. Ja, shit. Ik kon het niet laten, maar ik heb alvast wat opgeruimd en nu ga ik dit even leegmaken en schoonmaken. Ik hou niet van opruimen, maar ik heb wel een tip voor je. Want als je alles één vaste plek geeft, dan is het ook makkelijk om het even heel snel weg te zetten. Ik heb hier dus al mijn supplementen, dus dat kan ik mooi in mijn laadje kosten. De rest van maak ik wel. Ik moet er ineens aan denken, jongens, vroeger als wij onze kamer moesten opruimen, dan gingen we gewoon alles zo in een kastje stoppen. Maar nu kan dat niet meer, want nu ben je zelf volwassen. Dus ik ben benieuwd of jij dat vroeger ook deed en of je dat misschien nog steeds doet. Laat het me even weten in de comments hieronder. Nou, nu ik hier toch bezig ben, ga ik meteen deze bak aanpakken, want ik kan zo geïrriteerd worden als ik iets wil hebben en alles valt eruit omdat het zo in elkaar zit. Ik gebruik eigenlijk wel alles wat hierin zit, dus ik heb besloten om twee bakjes te halen. Die maak ik aan elkaar vast met een zwarte tie-dip. Ook van Action, 99 cent en dit zijn voor mij echt onmisbare dingen. En dan hebben we dit. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben er blij mee. Het voelt lekker zwaar aan. En hier gaat mijn vriend heel blij mee zijn. Want die heeft zo'n hekel aan quotes. Alle spatels ga ik in één bakje doen. En alle dingen waarmee ik schep of plak, stamp of zo, dat ga ik ook in één bak doen. Ja, hiervan denk ik altijd, moet ik dat nou bewaren? Maar toch gebruik ik hem wel. Ik ben helemaal super content. Kijk, het is veel beter en ook veel mooier. Dit past veel mooier bij het aardappelpad, dus super goed. We zijn aangekomen bij het kastje met de lades met al mijn dierbare potjes. Deze bak ga ik daarin zetten en op maat schuiven waar we alle potjes in kunnen zetten. Ik ga eerst even alles eruit halen. Dit kan natuurlijk niet, dus doe eventjes een doekje erdoorheen. Nou, dan zetten we een bak erin en ik hoop dat het past. Maar nu is de vraag of het nog past als ik de laad dicht doe. Ja, en dat is geen probleem. Dan ga ik nu alles weer erin zetten.
En omdat hierachter nog ruimte over is, kan ik daar de grote potten kwijt. Oh ja, ik zie toch dat ik ook wat kruiden nog hier heb staan, dus die bewaar ik even voor de volgende la. Wow, kijk, dit is het al voor gemaakt. Daar word ik echt een blij mens van. Zomaar, denk ik. Dan ga ik eerst de volgende la doen en dan kijk ik wat ik hier nog kwijt moet. Je ziet dat ik al ooit heb geprobeerd om het een en ander een beetje te organiseren. Maar het is weer allemaal door elkaar gegaan, dus ook hier ga ik een bak inzetten. Eerst haal het even leeg. De volgende bak. Ik kan natuurlijk ook een beetje verzamelen op soortkeuken. Ook een beetje oosters hier. Hier had ik veel in verzameld, maar die haal ik even helemaal leeg en zet ik die achterin. Zo, en die gaat hier. Dan ga ik hier alles inzetten van zakjes. Ik word hier al wel heel gelukkig van, jongens. Bouillonnetjes. Dit is echt het toppunt van perfectie. Past echt, kon niet beter. Oké, dan komen we bij de laatste lade aan. En daar kan ook nog het een en ander gebeuren zoals je ziet. Dus ik ga onder andere deze potten gebruiken om wat spulletjes op te bergen. We gaan hem eerst leeghalen en alles wat ik niet meer ga gebruiken, dat gaat weg. Oh, dit is wel echt om te huilen. Oh, er is hier dus iets gaan lekken en alles plakt vast. Oh no, kijk dit nou. Nou, dit gaat gewoon hierbij. Er kan alweer eentje weg. Dit is al een hele tijd zo. En elke keer denk ik, oh, zolang ik er niet naar kijk, is het er ook niet. 3 hours later. Oké, ontbijtspullen en bakspullen gaan bij elkaar. Ik heb best wel wat kruiden die te hoog zijn om in de andere lades te doen. Dus ik gebruik mooi deze uit de middelste lade nu in de onderste. En als je dingen die kunnen lekken in zo'n bakje zet, heb je ook niet zo'n rommel als ik net had. Hier zaten net nog losse supplementenpillen in, maar nu doe ik er ook van de rest van het zout in. Oké, change of plans. Hier gaan de kruiden in. Dit is het geworden. Ik heb dus bakken uit de middelste lade nu in de onderste gebruikt. Dingen die over datum zijn, heb ik weggedaan. Dubbele verpakking heb ik samengevoegd en daardoor is het nu een stuk netter. Dus dan gaan we nu door naar de volgende kast. Zijn we bij de volgende kast aangekomen. En dit was ook weer heel netjes begonnen, maar het is weer ontzettende rommel geworden. Dus ik ga eerst alles eruit halen en dan gaan we het opnieuw indelen. Dingen die ik gewoon dubbel heb, die kunnen wel ergens anders staan. Ik had dus ooit heel leuk bedacht om sinaasappelpartjes te gaan drogen of schijfjes te gaan drogen als kerstversiering. Nou, ik trek het open en het ziet er echt niet Instagrammable uit. Schimmel en alles, dus dat gaat acuut weg. Ik ga hier koffie en zoetigheden verzamelen, denk ik. Dat is toch wel een stuk beter. Dus die kunnen we mooi in de kast. Omdat we hier alle zoete dingen bewaren, ga ik hierin de snacks bewaren van mijn dochter. Dus die stop ik mooi in de pot en die kunnen dan weer in de kast. Zo, die staat en het past ook weer perfect hier in de kast. Ik kan er zo van genieten. Laat me in de comments weten of jij dat ook doet. Hè? Of je gaat passen en meten tot het perfect staat. Oh, dit is niet oké. Okay. Moet je kijken. Oké, dan gaan we verder met deze kast. Hier staan allemaal houdbare spullen in. Een soort van voorraadkast. En die moeten we ook aan gaan pakken, want alles ligt door elkaar. Eén tip die ik je kan geven. Haal eerst alles eruit. Kijk wat je hebt. Sorteer dat op een categorie. En maak daar een lijstje van. Ik heb alles opgeschreven. Bijvoorbeeld beleg, ontbijt, snacks, rijst en peulvruchten, pasta's. Zo kun je direct alles in één mand stoppen en er een labeltje op plakken. Oh.
Oké, dan heb ik tot slot nog allemaal dingen zoals zoetzijntjes, vijgen en suiker. Dat stop ik ook allemaal in één bak en dat gaat dan weer onder de bakspullen. En dan gaan we nu deze bak ook nog even organiseren. Ik sta voor het kastje van mijn dromen. Ik ben zo blij met hoe het is geworden. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vond en wat je ultieme opruimtrips zijn. Laat die vooral weten in de comments, want daar kunnen we vast van leren. Mij kun je volgen op Instagram, @FemkeMeijer. Vergeet niet je duim omhoog te steken om je te abonneren. En dan zie ik je heel graag weer op dit kanaal voor een volgende video. Dus tot dan. Doei doei.